I feel like Al Pacino. Me only think about the Niro. I just sold a couple kilo. Dan Dada, original Dan Dada. Dan Dada, original Dan Dada. Ontdek CBN Olie. In de vechtsportswereld zie je het steeds vaker. 100% natuurlijk en goed voor een betere nachtrust en een beter herstel. Steeds meer vechtsporters zijn CBN gaan gebruiken omdat het ze goed helpt bij het herstellen en de rusten na een inspanning. Het flesje van de CBN Olie Nederland is dan ook steeds vaker te zien in de ringsporten. Ook benieuwd naar het product? www.cbnolienederland.nl of kijk in de beschrijving. Ja, dames en heren, we zijn aangekomen bij Sportcentrum in Pijnacker met Team Ypenburg, waar de reging vandaag plaatsvindt van Ypenburg Fight Day. Ja, heren, de laatste paar kilootjes aftrainen. Ja. We moesten van de hoofdpartij. Dus, zoals je ziet, lieve mensen, de laatste kilootjes voor het weegmoment. Mijn grote vriend. Yes. Ik heb met jou een afspraak gemaakt. Klopt. Stel jezelf eerst even voor. Ik ben Mohamed, ik ben 18 jaar. Ik vecht beginnen een nieuweling. En ik zie op deze camera voor me, dus ik ben een beetje zenuwachtig. Wat is de afspraak die wij hebben staan voor morgen? De afspraak? De afspraak is dat als ik pak slaag, geef? Dat jij, de enige echte, naar mij toe gaat komen. Je vlogcamera erbij. Alleen als je pak slaag geeft en het is zodanig op level, dan kom ik naar je toe. Gewoon een knock-out eigenlijk. Ja, gewoon een dikke pot. Ja, hoeft niet een knock-out. Een dikke pot, dan kom ik naar je toe om je te feliciteren. Okay. Maar als jij pak slaag krijgt, dan kom ik naar je toe en dan film ik jou zonder te praten. Duidelijke taal? Is goed. Deel. Ik heb geen medicatie meer. Pas maar op epilepsie. Dat is wel een kernverhoor. Deen avonds morgen even bij. Check als je de kans hebt in de ochtend en dan kan je opnemen. Ja? Succes. Nou, welkom. Welkom. Ja, lieve mensen, aangekomen op het Fight Day Ypenburg Gala in Pijnacker dit keer. Ja. Je ziet het, voor de jeugd zijn ze begonnen al vroeg om 10 uur. Toen dat ging nog op 1 hoor. Mat 1, ring 2 en mat 3. Waar ze voor verschillende leeftijden in de jeugdcategorie wedstrijden hebben. En na 3 uur gaat alles eruit. Gaan ze het ombouwen en hebben ook nog een hoofdgala. Dus veel kijkplezier. Dat is een beetje kapot. Laat het wel eerlijk wezen. Die jongen kwam ook gewoon op de knop, hè? Geen kans vrienden. De nieuwe generatie is allemaal smartphone in de hand.
Ik ben hier samen met Dave Nijhuis, eigenaar van Team Ypenburg en organisator van Fight Day. Hoe loopt het tot heden? Het gaat echt perfect. Dus we zijn 10 uur gestart. We hebben gisteren de weging gehad. 87 wedstrijden over de hele dag. 72 hielpartijen, waarvan op de mat gestart zijn in de ring. En op de derde mat. Het tijdsblok is nu, even kijken, moet ik goed denken. 10 uur gestart, ja, zoals ik net ook al. We zijn, het is 2 uur, we zijn klaar. Dus nu gaan we de hele zaal ombouwen naar het avondprogramma. Dan gaan we knallen eigenlijk. Dus, het gaat echt super. Heel veel kinderen bekers gewonnen, blije gezichten, blije ouders. Het schema is echt vlekkeloos verlopen. Gisteren ook de weging. Iedereen op gewicht was echt top. Super dat we weer een evenement kunnen organiseren. Ja, ik ben er vanochtend bij geweest. Ik heb het hier gezien. En inderdaad, wat je aangaf, alles liep vlekkeloos en keurig op tijd. Ja. Nu dus klaarmaken voor het avondprogramma. Ja. Zijn er nog wat partijen waarvan je denkt van dit is wel een leuke clashpartij of een partij waar mensen naar uitkijken? Ja, we hebben voor onze eigen kant hebben we Berke Karaman. Dat is een jongen die is een Turkse jongen, die is, zit al vanaf kleins af aan. Natuurlijk heel veel jeugd al jaren waar we mee bezig zijn. Die is 21 jaar. Ik ga de nieuwelingenpartij vechten. Heb bijvoorbeeld partijtjes gevochten. Nu grote sterke jongen geworden. Dus voor onze eigen aanname is dat een belangrijke partij. En we hebben dan een titelgevecht tussen Mustafa Kaboos, Boya Lasoris, als ik het goed zeg. Ja, een jongen van Sitjetong. Ja, die jongen, ja. Dus dat is de hoofdpartij. 5x2 minuten, mooie 5D-titel. En we hebben nog een titelpartij, dat zou eigenlijk een toernooi zijn, C-klasse toernooi. We hebben 8 jongens. Naarmate de dagen het evenement dichterbij kwam, zag je zo de jongens in de C-klasse afbrokkelen. Ja, het toernooi is toch best wel ingewikkeld, denk ik. Ook moeilijk mentaal. Uiteindelijk hebben we met de 2 jongens die overbleven, hebben we een mooie titelpartij van gemaakt in de C-klasse. En die vechten wel 5x1.5 minuut. Dus we moeten er wel voor wikkelen. Bij de rest heel veel nieuwelingen. Hartstikke mooi programma. Allemaal regionale jongens erbij. Dus we gaan knallen. Veel Haagse jongens ook. Ja. Dus dat is echt super. Leuk, we gaan het zien. Dankjewel. Hoes. Ja. Wat is jouw naam? Megan. Megan komt naar me toe en Megan zegt, ik volg jou ook op je kanaal. Ja. Nou, laat eens even zien dan. Wat moet je... Hier ben je niet geabonneerd. Ja, dat kan niet, maar bij mijn vader stond. Ah, dan moet je snel hier ook abonneren. Ja. Okay, goed zo. Moet je naar de volgende vlog ook kijken, hè? Ja. Wil je nog wat zeggen tegen de kijkers? Abonneer. Goed zo, woes. In de kleedkamer met Sitjetong en Freddy Jim. We hebben hier de one and only Chris Baia. Best of the best. En als je zijn vlog nog niet hebt gekeken met Dana 5000 vlogs, check hem op. Hij staat nog steeds online. En dit wordt de next champ. Yes. We're gonna fight today for the belt, yes? Ja, voor de belt vechten. Nog steeds. Vechten. Zijn ze ook lekker bezig. Ja. Samenwerking. Sterk. Wat is het niet gek Succes allemaal. Hey jongens, ik kom een stukje filmen voor kinky.nl. Blauwe plekken op team Kinky. Hey, succes allemaal. Dit is Serapis van team Patcherik. Hey, je komt net op het gala aan en helaas gaat jouw partij niet door. Helaas inderdaad. Helaas. Wat weet je ervan? Wat heb je meegekregen? Ja, mijn tegenstander die heeft helaas afgezet. De details die heb ik niet, maar ik ben er hoe dan ook toch. En misschien dat er toch nog iemand is die wil knokken. En zo doen kom ik toch. Plus dat ik hier ben voor mijn team om me lekker te ondersteunen. Toch nog even lekker in team sport. Precies. Moet helemaal goed komen. Hey, succes en hou deze jongen in de gaten. Dankjewel. Ja, lieve mensen, ik heb me even omgekleed en we zitten hier allemaal netjes op tijd aan tafel. Hebben we er een beetje zin in? Alleen maar. Alleen maar. Nog eventjes 14 partijen in het hoofdprogramma afwerken. En dan zit vandaag ook weer erop. Zaak. Ja, ja.
zorg dat ik zwanger ben. Afhouden! 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 Had ik altijd een scheid. Ik heb 10 cent van de ronde af van 18. Laat! 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 En daar weer ook! Ik heb het je beloofd. Jij moet mij feliciteren. Ik ga... Bij deze. Bij deze, gefeliciteerd. Dankjewel. Ik ga je heel eerlijk zeggen. Ik heb echt veel schoonheidspuntjes gezien. Maar wat ik wel heel mooi van je vind, is dat je heel mooie rust bewaart. Dat is ook de reden waardoor je hebt gezien dat je die hoge trap kon geven. Je bewaart goed je rust. Je handen zijn heel vaak laag. Het kan ook de andere keerzijde hebben, maar vandaag, zoals ik al zei, kom je feliciteren. Feliciteren. Voor jou Dave, juist! 1, 2, linker 6! 1, 2, linker 6! Deze winnaar komt uit Leiden. Uit de blauw! Like Al Pacino, me only think about the Niro. I just sold a couple kilo. Dan Dada, original Dan Dada. Dan Dada, original Dan Dada.